Welkom Stier bij jouw kaartlegging rond het thema van belang voor jou. We gaan aan de hand van één Lenormand kaart gaan kijken waarop jij je in de komende periode eventueel mag focussen. En voor jou is dat de kaart de tuin. Ja, het kan zijn dat jij in de komende periode, dat een belangrijke periode voor jou wordt om aan networking te doen. Dat jij je op dit moment op de juiste plaats bevindt en dat jij omringd wordt door de juiste personen om te netwerken, om jouw contacten te verbreden, om jouw contacten te verdiepen. En dat is dan het stukje, het professionele gedeelte. En ja, hierbij kan je met die andere personen van gedachten wisselen. En de bedoeling van dit netwerk is natuurlijk dat dat een win-win situatie is. He, dat je elkaar eigenlijk tijdens zo'n netwerkmoment, dat je elkaar daarbij kan helpen. Dat jij een interessant contact kan zijn voor die andere persoon en dat die andere persoon uiteraard een interessant contact kan zijn voor jou. Dus dat dat een mooie wisselwerking is, een mooi tweerichtingsverkeer, waarbij dat eigenlijk jullie beide baat hebben met die wisselwerking die er dan ontstaat. Nu, dat is het gedeelte op het professionele stuk. Op het privéstuk zou het kunnen zijn dat jij eigenlijk jou op een veilige, rustige plaats bevindt. Waar dat jij je echt wel kan ontspannen. Waar dat jij tot rust kan komen. En waar dat jij eigenlijk kan genieten van de goede dingen van het leven. En dat je daar dan ook bewust de tijd voor neemt om jou te ontspannen. En om, als je dan je ontspant of leuke dingen doet, om daar ook van te genieten. Zodat jij eigenlijk jouw batterijen terug kan opladen. Excuseer dat jouw levensenergie, dat die terug een beetje wordt bijgevuld. Hè? Dat daar terug wat energie bij kan komen. Want ja, in het leven is het belangrijk, hè, om dat evenwicht te hebben tussen die inspanning en die ontspanning. Dus sommige mensen hebben dan zoiets van, ik ben mijn tijd aan het verdoen. Onderschat dat niet. Die ontspanning is absoluut zeker nodig om batterijen onder andere op te laden. Het kan ook zijn dat wanneer dat jij, het lijkt dan alsof je inderdaad niks aan het doen bent. Maar dan op die moment schiet er daar u wel het meest geweldige idee te binnen dat je in het afgelopen jaar hebt gehad. Ja, ik was niks aan het doen, maar dat heeft mij er wel iets gigantisch opgebracht. Dus in dat opzicht is het belangrijk om toch eventjes die rust zeker en vast te nemen. Wie weet welk fantastisch idee jou te binnen schiet, hè? Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.